Tijdens een persconferentie in 2018 stelde Fendt het Fendt One bedieningsconcept voor. Het grote publiek kon met dit systeem kennis maken op Agritechnica. Het duurde echter even voor de trekkers ook commercieel beschikbaar waren. Vandaag gaan we de eerste nieuwe Fendt 722 met Fendt One in België van dichtbij bekijken bij Van Bastelaren in Lokeren. De nieuwe Fendt 700-reeks werd aan de pers voorgesteld in juli 2019. De nieuwe reeks bestaat uit 6 modellen met een vermogen van 144 tot 237 pk. Onder de motorkap zit een 6-cilinder Duitse motor. Uiterlijk is er geen verschil tussen de huidige en de vorige generatie. Het is pas in de cabine dat het verschil zichtbaar is. En dat verschil, dat is Fendt One. Het eerste wat opvalt in de cabine is de vernieuwde armleuning en de nieuwe bedieningshendel. De bedieningshendel is voorzien van de belangrijkste functietoetsen, maar heeft ook vrij programmeerbare toetsen, zodat deze kunnen gepersonaliseerd worden. Ook onder de joystick is een rij programmeerbare toetsen voorzien. Achter het stuur is de Fendt One uitgerust met een 10-inch digitaal dashboard die naast bijvoorbeeld de rijsnelheid ook een aantal machinegerelateerde zaken laat zien. Op de armleuning vinden we een 12-inch terminal terug die intuïtief te bedienen is. Een platte menustructuur maakt veel geklik overbodig. Op deze terminal kunnen maximaal 6 configureerbare tegels per pagina worden weergegeven. Op de Profi en Profi Plus uitvoering kan nog een derde terminal gekozen worden die half in het tak kan verdwijnen. Op deze terminal kunnen zowel configureerbare tegels weergegeven worden als de bediening van de airco of radio en telefoon. Maar het Fendt One concept is veel meer dan dat. Het systeem maakt een link tussen de trekker en het kantoor zodat ze één worden. Zo kunnen bijvoorbeeld perceelgegevens van kantoor naar de trekker gestuurd worden of machinegegevens van de trekker naar het kantoor. Ook kunnen taakkaarten en werkopdrachten opgeladen worden van op afstand en zijn alle gegevens van de trekker afleesbaar op een tablet of smartphone op afstand. Wanneer Fendt One Offboard, wat nu nog niet beschikbaar is in België, gelinkt is met AgriRouter, dan kunnen ook machines van andere merken weergegeven worden in en aangestuurd worden door het Fendt One systeem. Indien jullie nog vragen hebben over de praktische kant van het Fendt One systeem, stel ze gerust in de comments. We zoeken graag een antwoord uit voor jullie. En vergeet zeker niet op ons kanaal te abonneren.